Russische aanval land onder water zetten. Nederland bereidde zich drastisch voor op een derde wereldoorlog. Rij op een willekeurige dag door het Nederlandse rivierengebied. Geef uw ogen goed de kost en u kunt het niet missen. Verroeste borden met militair terrein. Bunkers en oude tankkoepels liggen als reliquieën verzonken in dit oer-Hollandse landschap. Veel samenhang lijkt er niet in te zitten, maar, zoals altijd, schijn bedriegt. Want nog niet zo lang geleden was het oostelijke rivierengebied de kern van het grootste geheime landverdedigingsplan dat Nederland ooit kende. De IJssellinie. Onder de meest strikte geheimhouding bouwde Rijkswaterstaat samen met Defensie begin jaren 50 een enorm systeem van sluizen en verplaatsbare stuwen die ervoor moesten zorgen dat bij een eventuele Russische aanval de totale waterhoeveelheid van de Rijn door de veel kleinere IJsselvallei zou worden gevoerd. Een stromende watermassa van 200 kilometer lang en 20 kilometer breed over landerijen, dorpen en steden zou het gevolg zijn. Van Nijmegen tot aan de monding van de IJssel in het IJsselmeer, niets dan een alles vernietigende watermassa om de verwachte Russische tankmacht te stoppen. Twee Vandaag sprak met de bedenker en de uitvoerder van dit plan. Kijkt u naar een bijdrage van Kimo de Moet en Caroline van den Heuvel. Het was zo geheim dat het is eigenlijk het enige voorbeeld dat ik kan dat een Nederlands plan tot aan de laatste moment, tot zelfs nog huidig toe, nog geheim is. Achter me al het water van de Bovenrijn dat hier op afkomt en ze splitst over de Waal en het Pannerdense Kanaal wat later de IJssel wordt. Dat is het begin van de IJssellinie. Dit is de basis van de IJssellinie. Deze enorme hoeveelheid water als hindernis voor de Russen. Als wij het niet gedaan hadden, dat is ook een onderwerp om te rijke fantasie te spelen. Als ik het niet gedaan had, we hadden niks gehad, hoe zou het dan gegaan zijn? Want dat die hindernis van 200 kilometer noord-zuid en 20 kilometer oost-west aantrekkelijk is voor een aanvaller, dat kun je wel vergeten. Defensie had geen geld voor mensen, materieel, maar wel een enorme angst voor het Russische gevaar. De Duitsers waren al weg, verdreven, maar een nieuw gevaar diende zich aan, het Russische communisme. Hoe hou je die Russen tegen als je niet weet of je bondgenoten je helpen, als je zelf onvoldoende inspanningen gedaan had? Al de gebrek aan geld, mensen, materieel, kun je compenseren als je dit water, al het water van de Bovenrijn, inzet als extra hindernis tegen de Russen. In 1950 neemt minister van Oorlog Sjakop het besluit. De IJssellinie wordt gebouwd. Bij een eventuele Russische aanval wordt de Waal bij Nijmegen afgesloten. Bij Arnhem in de Nederrijn komt een tweede stuw en bij het plaatsje Olst in de IJssel een derde. Nu 9 keer zoveel water als normaal door de rivier de IJssel stroomt, komt de volledige IJsselvallei onder water te staan. En het verwonderlijke was dat iedereen, alle landen, alle bondgenoten demobiliseerde, behalve de Russen. Die demobiliseerde niet. En dat is in de loop van de vele komende jaren een groot punt van onrust geweest. Maar intussen bleven de Russen in hun eigen geweldig grote land de ene manoeuvre met vele troepen tot divisieniveau toe. Als je een oefening houdt met een compagnie, dan heb je 100 man in je broek hangen. Daar kun je dus mee spelen. Maar als je dan 4000 man in je broek hebt hangen, dan moet er wel een beetje ruimte gemaakt worden waar je auto's kunt laten enzovoort.
En zo gingen die zware manoeuvres gingen maar door en maar door en maar verder. En dat veroorzaakte onrust, waar we nooit een antwoord op kregen. Van, hoe zit het nou eigenlijk? Wat doen jullie nou eigenlijk? Ja, dan was het denk ik dat we dat doen. Een leger moest geoefend zijn, we kregen van die onzinverhaal terug. Hè. En toen dacht ik ineens, godverdomme, Rotterdam, natuurlijk. Natuurlijk Rotterdam. En de Sovjet-Unie bestaat sinds het jaar nul. En vanaf het jaar nul tot het jaar 2002 hebben ze geen haven. Nou, wat wil je dan meer? En de Noord-Duitse laagvlakte, keurig netjes. En waar eindigt die? Godverdomme, Rotterdam. De Russen zouden, als er geen hindernis was, gewoon doorrijden, doorrijden. Doorrijden, doorrijden. Dat zijn Nederlandse grenzen, hoor, laat maar een stikken. Doorrijden, doorrijden. Rotterdam. Maar zat er hier ineens een hindernis in. En die hindernis is zo groot dat ze niet met schieten en kapotmaken en bombarderen, dus artillerie gebruiken, weg kunnen krijgen. De rivier de IJssel, die zou op deze plek afgesloten worden? Inderdaad. Ja, dat is een plek die goed uitkwam om daar een stuw te bouwen. Dus je ziet de rivier, het zomerbed. En daarnaast heb je het winterbed, uitgebreide winterbed. Zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde tot de banddijken. In het winterbed, daar werd dan de drijvende pontaan aangebracht. En dan tot zinken gebracht en voor afsluiting. Op de uiterwaarden waren pijlers aangebracht met daartussen kleppen die ook werden gesloten. Dan waren er een paar landhoofden gebouwd, een gedrempel. Een paar landhoofden aan weerskanten van het zomerbed. Daartussen moest het ponton, caisson, hoe je het wil noemen, geplaatst worden. En deze lag normalitair in deze haven. Dit was een haventje, het is nu afgesloten van de rivier. Er wordt zo'n 3 keer per jaar geoefend hier op de IJssel. Kunt u eens beschrijven hoe zo'n oefening in zijn werk ging? Als dan bevel kwam om de ponton caisson te plaatsen, werden kabels uitgebracht. Ik zei al, je had dan het caisson met daarnaast de dierenponton. De kabels die werden overgevaren op vaste punten, dat was een heel ingewikkeld iets, om het caisson uit de haven te krijgen. Dan heel moeilijk, want dan kwam die in stromend water terecht. Dan vast te houden en vervolgens heel langzaam tussen beide landhoofden te laten zakken. Die hebben een lengte, die was bijna 90 meter. En de breedte was 30 meter. Dat wil zeggen zo de lengte van deze muur die u ziet van de binnenkant van het landhoofd. Hij was 8 meter hoog. Dus als die tot zinken was gebracht, zat een stuk onder water. En een groot deel kwam boven water uit. Dan heeft hij enigszins idee van de afmetingen van zo'n caisson dat daartussen gebracht moest worden, tot zinken gebracht. Was dat nou een mooi plan als ingenieur? Nou, ik vond dat een behoorlijk degelijk plan om met die middelen in die tijd om daar de rivier mee af te sluiten. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel blij dat het nooit in de praktijk gebracht hoefde te worden. Waarom niet? Omdat het een inundatie zou zijn in tegenstelling tot de Hollandse waterleiding waar stilstaand water is, wel drassig. En hier zou dan de hele Rijnafvoer door het IJsseldal gaan en een stromende inundatie vormen. En met alle nare gevolgen en evacuaties van mensen. En dus het kan ook natuurlijk vernielingen van eigendom en zo zijn. Wat zijn dit voor sluizen? Nou, met afsluiten van de rivieren, Waal, Rijn en IJssel, zou het water tussen de rivierendijken stijgen. En met deze 8 van dergelijke grote sluizen zou het water binnendijks gelaten worden en over de landerijen stromen, waar je ook nog een keertje 8 kleine sluisjes had om het water over de landerijen te verdelen. Dus dit was een sluis in de dijk? Ja,
Rijkswaterstaat heeft dit gebouwd voor de IJssellinie voor oorlogstijd. Grote openingen van 5 meter breedte, 5 tot 10 openingen naast elkaar. En het water zou tot halverwege die hoogte van het gat zou het water naar binnen stromen. Maar hebben de mensen in de omgeving nooit vragen hierover gesteld waarom er in de dijk een sluis werd gebouwd? Zeker wel, maar de hoofdredacteuren die verboden journalisten om iets met die vragen te doen, om er enige aandacht aan te besteden. Dus die vragen van een enkeling, die bleven bij een enkeling. De waterschappen moesten meewerken. In hun dijk werd een sluis gebouwd. Ze hadden net die dijken aangelegd om het water tegen te houden. Kwam Defensie om zonder bouwvergunning een gat in te graven. Het heeft tot enorme protesten geleid. Ze hebben een beroep gedaan op een eed van trouw, waarmee ze bezworen hebben om inwoners te beschermen tegen het hoge water. Ze moesten wel meewerken, of ze wilden of niet. Heeft u zich ooit gerealiseerd dat als die linie ooit in gebruik genomen zou worden, dat het hele land hier onder water zou zijn komen te staan? Dat wist u? Ja, maar dat wist ik wel. Zoveel wisten we van mijn vader. En mijn vader ook. Ja. Wat vond u ervan? Ja, wat kon je eraan doen? Je leefde gewoon door. Je had tijd. Je moest tijd voor jezelf maken en de wederopbouw. Dat heeft een heel nog van de vragen die nu komen, die de mensen alles hebben, die waren er toen niet. Als die sluizen, denk eraan als die sluizen met een wal en de Rijn dicht waren gegaan. Al het water er IJsselin kwam, was daar ramp geweest voor heel Oost-Nederland. Is er ooit uitgerekend om hoeveel bewoners het zou gaan als de linie in werking was gesteld? Waar het om ging is natuurlijk om de 7 miljoen inwoners van Nederland en de havens te beschermen tegen een Russische aanval. De inwoners die in de verdedigingslinie woonden, die hadden pech. De 410.000 mensen aan weerszijden van de IJssel, ja, die zaten op de verkeerde plek. Die zouden zich moeten evacueren. Waar naartoe? De inwoners op de westkant van de IJssel, die zaten aan de goede kant. Die konden naar het westen vluchten, samen met het vee. De inwoners aan de oostkant van de IJssel, ja, die konden geen kant op. Het water zou stijgen en hun huizen wegspoelen. De Russen naderden, of dreigden in ieder geval te naderen vanuit het oosten. En de bruggen, het eerste document waar ik in de archief op stuitte, was dat er geen burgerverkeer over de bruggen mocht. Alle bruggen gereserveerd voor militair verkeer. Dus waar moesten de mensen heen? Niet naar het oosten, niet naar het westen. Ze konden alleen naar het noorden, naar Friesland. En wat voor andere activiteiten merkte u als hier geoefend werd? Ja, een drukte. Met die militairen kwamen altijd van de westelijke kant, om wij geloven. En dan sluitstukken ervoor, met 4 of 5 sleepboten ervoor. En dan de vliegtuigen erover. Want je kijkt hier zo, daar is de 2 kilometer heen. Daar was de stuw dan. Kwam zo laag over hier. Wat voor vliegtuigen? Die stijfvaters. Ja. Je keek zo in de motoren niet. Zo laag was dat. Zo laag vloog ze hier. En dan kroop je met elkaar. Ja, ik geloof dat nog. Met de Kubak, dat weet ik niet zeker. In 1962, of dat toen ook nog oefen dus. Met de Cuba-crisis? Ja, dat weet ik niet zeker. In 1962 bereikt de spanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een hoogtepunt als de Russen kernraketten op Cuba stationeren. President Kennedy dreigt met de inzet van atoomwapens. De wereld houdt de adem in. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. En dit alles wordt voor de minister van oorlog, de Nederlandse minister, aanleiding om te zeggen, wij nemen de IJssellinie in gebruik. Die aantal dagen dat we nodig hebben om de IJssellinie paraat te hebben, gaat vanaf nu in. De militairen laden daarop hun vrachtwagens vol met nieuwe munitie. De springstoffen om de dijken op te blazen werden op de vrachtwagens geladen. Er zaten al betonnen putten in de dijken. Daar hoefde je alleen maar 1000 kilo springstof in te stoppen. En kon je met een kleine ploeg, kon je kort, snel alles opblazen. En dit was geoefend. Die militairen
waren al aangewezen wie wat zou doen. De dienstplichtige militairen die ervaren waren met water, zoals baggeraars, die hadden al een oorlogsbestemming in die IJssellinie gekregen. Het water steeg, de akkers stonden vol tot het voorbereidend peil. Dat wil zeggen 10% van de akkers staat op blank. Alle sloten zijn vol met water. Het begin van de hindernis is er al, nog voordat een Russische soldaat is te zien, nog voordat een schot is gelost. Deze bunker was NBC beveiligd. Beveiligd tegen nucleaire, biologische en chemische oorlogvoering. De infanteristen in het veld hadden het slecht. Die moesten bij een atoombom op de grond gaan liggen of in een schuttersputje hun capuchon over hun hoofd trekken. De leiding zat in deze bunker een stuk beter. Bij binnenkomst kon je voeten schuifelen door chloorzand tegen de chemische wapens, deuren dicht houden, hier gefilterde lucht binnenblazen, zodat je een schone ruimte hebt. Het politieke doel van deze linie is niet zozeer om de Russen te stoppen, maar om de Russen te vertragen. En, veel belangrijker, om de geallieerde bondgenoten te laten zien dat Nederland een serieus werk maakte van de defensie, zodat zij, als Nederland haar stukje oppakte, de geallieerden waarschijnlijk bijstand zouden geven. Dit was zo belangrijk dat zelfs de nachtelijke oefeningen overdag gehouden werden en de geallieerde opperbevelhebbers vanuit de bunkers het invaren van het kazon konden gadeslaan en ons zeiden van dit ziet er prima uit. Montgomery die schreef dat de bedenkers van deze IJssellinie de hoogste complimenten moesten hebben. En Nederland werd lid van de NATO en ondergetekend kreeg een leentje. Waarom was het voor Nederland moeilijk om lid van de NAVO te worden? Dat we niks hadden. We hadden geen escadron. De moderne tanks. We hadden oude chieftains. Dat is allemaal oud wat we hadden. En er waren wel 1000 plannen, maar we hadden niks. Je kunt wel lid van de NATO zijn, maar en je hebt niks. Dan kun je toch ook niet meespelen. Wie een van deze landen aanvalt, zal alle tegenover zich vinden. Onder het opperbevel van generaal Eisenhower bouwen de landen van het Atlantisch Pact een strijdmacht op die sterk genoeg zal zijn om een verdere opmars van de dictatuur te voorkomen. Dat betekent dat we de middelen die wij mede door de hulp van onze pactgenoten bezitten moeten verdelen tussen kanonnen en margarine. Alleen wanneer we dit beseffen, opent zich voor ons een toekomst waarin ook onze kinderen zullen leven als vrije mensen in een vrij land. In die tijd was al het water gebruiken om over de landerij te laten stromen was nog niet eerder in de geschiedenis getoond. De eerdere onderwaterzettingen van de waterlinie zoals wij die kennen waren stilstaand water. Hier hadden we het over het verleggen van 3 rivieren, Waal, Rijn, IJssel, over de landerijen laten stromen. Dat is voor die tijd een heel groots plan wat ontzettend veel weerstanden opriep. Ontzettend veel bezwaren. Bezwaren als de Rotterdammers die geen drinkwater meer zouden hebben. Het verzilten van de landerijen, weggespoelde dorpen. Dat riep zoveel weerstand op dat Haaks op een gegeven moment boos uit de vergadering gelopen zou zijn van verdorie, jullie steunen mijn plan toch? En zijn plan werd in de vergadering niet meer gesteund. En toen heb ik een fout gemaakt. Toen ben ik in die vergadering opgestaan en gezegd, hey, jij daar, jij hebt ja gisteren dit papiertje gelezen. Toen heb je gezegd, als het dat zo is, dan ben ik ervoor. Toen ben ik al uitgegooid. Weg. Ja, toen woonde ik al hier. Kwam ik hier met mijn fietsje door de tuin. En was mijn vrouw in de tuin. Ik zei, mam, ik ben van de generale staf weggeschopt. Oh, zei ze, zullen we eerst even thee drinken? Dat was een anti-reactie. Maar
En de volgende ochtend gaat om 7:00 de deurbel. En mijn vrouw die zegt, god, dat is de melkboer. Toen waren er nog melkboeren. Dus hij doet de ochtendjas aan en gaat naar beneden. En daar stond hoog aangekleed de generaal Maton. En die zei, wil je tegen je man zeggen dat hij om 9:30 bij mij komt? Dat hielp me bij man. Toen was dat dus over daarmee. Maar die Russen hebben toen wel degelijk gezegd, dit is een zodanige hindernis, we zien van het plan af. Het is toen afgelopen. En tot zover deze aflevering.